Ja, want dat zegt de wetgeving. Het is eigenlijk goed voor onze gezondheid, naar het schijnt. Maar het is niet zo gemakkelijk voor ons samen zijn. We zien elkaar slecht, we horen elkaar in elk geval slecht. We herkennen elkaar niet meer zo goed. Verschuild en we blijven achter ons masker. Wie zei die eigenlijk? Ja, ja, het is nodig. Voor een tijdje, hoop ik. Maar we moeten ons ook een vraag stellen. Is het niet al heel lang dat we maskers dragen? Onzichtbare maskers dan, op het eerste zicht. Om als een andere naar buiten te komen. Om een ander beeld van ons eigen op te bouwen. Ja, het is goed maskers als het voor de fun is. Maar wat als het bedoeld wordt achter dergelijke maskers zich te verschuilen? Om niet naar buiten te komen. Om het niet te willen of niet te durven. Dat is echt spijtig. Christenen zijn zoals de anderen, wij dragen allemaal maskers, ik ook. Maar het evangelie is een uitnodiging om maskers af te doen, om niet bang te zijn. Om te durven geloven dat we bemind worden zonder maskers, zoals we zijn. En durven dat echt geloven? Ik weet, dat is eigenlijk niet zo gemakkelijk. Maar de andere, hij of zij die mij bemint, de andere gaat mij helpen die masker langzaamaan opzij te zetten. De andere die mij bemint gaat mij zonder geweld, met veel liefde, ontmaskeren. Ik heb zelf de ervaring opgelopen dat het dikwijls de kleinste, de zwakste, de armste, degene die helemaal onverwachts tot mij komt, dat hij mij ontmaskert met veel liefde, met de liefde van God eigenlijk. Hij of zij spreekt tot mijn hart, zonder de schuilmuur van een masker. En hij gaat mij dit wijsmaken. Ik heb geen nood aan een masker om door het andere bemind te worden. In het Marcus-evangelie staat er een zo mooie vers rond een ontmoeting van Jezus met een jonge man. En die jonge man weet eigenlijk niet goed zijn weg in het leven. En hij stelt dus de vraag, wat moet ik eigenlijk doen, Heer? Wat moet ik doen? En Jezus herinnert hem aan de wet. En dan zegt die jonge man, ja, maar dat doe ik toch. Dat doe ik allemaal. Heel zelfzeker zo. Sinds mijn jeugd heb ik mij daaraan gehouden. En dan zegt het evangelie, Jezus keek hem liefdevol aan en zei hem, één ding ontbreekt u, ga naar huis, verkoop alles wat je hebt, geef het aan de armen en dan zult je een schat in de hemel bezitten. Kom terug en volg mij. Je had er aan kunnen toevoegen, maskers af. Als deze boodschap u plezier doet, wel stuur het dan verder. Fijne dag, met of zonder masker. Tot binnenkort.